Yes, als het goed is zijn we live. Welkom allemaal op het YouTube-kanaal van Hightech Campus. Mijn naam is Ali Riza Aygün, de e-sporter van PSV Eindhoven. En ik ga jullie vandaag voor een half uur ongeveer helpen met wat tips en tricks op FIFA 21. Want er is namelijk overmorgen op woensdag 23 december een FIFA-toernooi waar je heel veel FIFA points kunt winnen. Dus heb je je nog niet ingeschreven daarvoor, kijk dan snel in de beschrijving van deze livestream en meld je meteen aan. We gaan gelijk starten met vragen. Ik zie heel wat mensen aanwezig in de chat. Ik zie Rick Schepers, Lil Emmy, Julio, Jasper van der Zanden, Quintus, Saki Place, Honda, Freek. Heel wat namen, welkom allemaal. Als ik wat namen heb gemist, excuses daarvoor, maar dit zijn de namen die ik zie in de afgelopen periode. Rossi Fumi ook welkom, John is erbij. Hebben jullie leuke vragen? Laat het dan weten, want er zijn ook volgens mij jongelingen bij inderdaad. Die vaak aanwezig zijn bij mijn streams. En dan zijn er natuurlijk altijd van die vragen van hoe doe je dit, hoe doe je dat. Dit is je kans. Even laten zien wat de Bridge Club is. Daar is de eerste vraag jongens, de Bridge. Die komt van Jasper. Jasper ken ik goed. Voor de mensen die nog niet weten wat de Bridge is. De Bridge is een trucje die nieuw is toegevoegd in FIFA 21. Hij bestaat eigenlijk al een tijdje langer, maar stond er nooit officieel in, zeg maar. Het was een beetje een geheime truc. Maar het is nu wel... Ik zie Lil Emmy R1 en R1. Inderdaad. Het is nu wel een echt trucje die in FIFA zit. Door twee keer op R1 te klikken, krijg je het volgende. Dat hij de... Ik heb geen echo. Nee, geen echo toch? Nee. Is gewoon goed, dacht ik. Maar als je twee keer op R1 klikt, krijg je dus het volgende. Je ziet dat Neymar de bal een beetje vooruit tikt. Als je dit dicht bij de tegenstander doet, heb je vaak het geval dat de bal zeg maar rechts van de tegenstander gaat en jouw eigen speler er links omheen loopt. Of gewoon in de lege ruimte. Je kan het ook een beetje zien als een versnelling. En die wordt vaak beoefend. De stream kan je als het goed is terugkijken. Dat ligt aan de instellingen van Hightech Campus. Dit is met FIFA 21 inderdaad. Wel een hele goede vraag, Jasper. Hele goede vraag. Je kan hem zelfs ook bij de keeper doen, denk ik. Ik heb dat eigenlijk nog nooit geprobeerd. Kijk. Oeh, nou missen we wel. Dat is wel jammer. Maar we gaan hem even nog één keer doen. En dan wel gewoon goed afmaken. Keeper komt uit. Dubbel R1. En dan scoor je een hele mooie goal. Hoe doe je een elastico? Kijk. Dat zijn de leuke vragen. De moeilijkere vragen. En ook best wel moeilijk om uit te leggen. Dus dan moet je goed luisteren. Ik ga ook heel goed mijn best doen om dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Je moet altijd uitgaan van de positie waar jouw speler naartoe kijkt. In dit geval voor ons. Jullie moeten nou ook doen alsof je de controller in je handen hebt. Dus in dit geval kijkt Neymar naar boven voor ons. Voor de stick. Want als jij nou richting het doel wil lopen, ga je met de linkerstick naar boven duwen. Dat is duidelijk, denk ik. Nou, hoe doe je een elastico? Ik zal eerst laten zien wat de elastico is, voor degene die dat niet weten. In het echt noemen we dat altijd de akka. Het is een trucje die Ronaldinho vroeger vaak beoefende. Dus het volgende. Dat je met je rechterbeen de bal eerst naar rechts tikt en dan heel snel naar links. Dus je gaat van rechts naar links, als het ware. Dus, wat je dan doet, is het volgende. Je kijkt dus richting boven. We kijken nu naar boven. 12 uur. Zo kan je het ook zien. We kijken nu 12 uur. En wat je met de controller doet, is je begint op 3 uur met de rechterstick. En dan draai je hem naar 9 uur, van onder. Dus vanuit 6 uur ga je naar 9 uur. Dus van 3 ga je naar 6, naar 9. Als je naar boven kijkt, want je moet uitgaan. Net zoals op de controller. Je gaat van, je tikt de bal naar rechts en dan naar links. Zo hebben ze dat ook zeg maar ingesteld, die truc. Dus wat je dan doet, is naar rechts en dan naar links. Zie je? En dan heb je de akka. Als je de rechterstick moet je wel snel duwen, want anders krijg je een lichte balrol. Dat had je net bij mij ook. Dit is een balrol. Als je te veel, zeg maar, te lang blijft duwen naar rechts, dan krijg je gewoon een balrol. Maar als je hem snel beoefent, in dit geval, krijg je gewoon een snelle akka. Maar je moet dus altijd uitgaan van het punt waar jouw speler naartoe kijkt. Want mocht het zo zijn dat hij naar... ga ik een mooi voorbeeldje even zoeken voor jullie.
nu, in dit geval. In dit geval kijkt Neymar nu naar rechts voor ons. Dus in dit geval na 3 uur. Ik zeg te veel in dit geval, sorry. Maar hoe we nou de akka gaan doen, is voor hem vanuit zijn optiek van rechts naar links, wil bij ons zeggen van onder richting boven. Dus dat wil zeggen dat we op 6 uur beginnen. Daarna gaan we naar 9 uur en eindigen bij 12 uur. Dus ik ga van onder naar boven. Zie je? Is een beetje ingewikkeld, maar ik hoop dat je het nu een beetje begrijpt. De akka, de elastico. Wie had die vraag gesteld? Lil Emmy. Beoefen hem goed. En als dit een beetje te onduidelijk is, kan je gewoon op YouTube elastico tutorial in tikken. En dan krijg je een uitgebreidere tutorial, denk ik. Maar ik denk dat dit ook wel duidelijk is. Dus nogmaals, van rechts naar links gewoon die rechterstick een halve draai. Even kijken. Welke teams spelen we? Balance en hoeveel reed? Volgens mij moet ik even kijken naar Hightech Campus of de admins aanwezig zijn. Ik weet niet of het met Ultimate Team wordt gespeeld of met normale teams. Het toernooi. Dus als er iemand van Hightech aanwezig is, zou het fijn zijn als die even kan reageren in de chat. Hoe kun je ervoor zorgen dat je verdedigers goed gepositioneerd staat bij een tegenhaal? Ik merk dat verdedigers soms te ver naar voren staan en dat het lastig is om de juiste speler te selecteren. Bij een tegenhaal, ja, dat ligt wel puur aan de tactieken, Stefan. Dan gaan we even naar de tactieken. Yes, we spelen met standaard teams, zien we dus, jongens, geen ultimate team. Dus je hebt vrije keuze in clubs / landen. En als ik jullie een tip mag geven welk team of land je moet pakken, dan zou ik denk ik gaan voor Frankrijk. Voor het complete plaatje. Van verdediging tot aan de aanval is alles perfect. En als je echt een kwalitatieve aanval wilt, echt een top aanval, top 2 spitsen, dan denk ik toch aan Paris. Dan heb je Mbappé met Neymar in de spits. En de flanken zijn iets minder, maar dan heb je wel een top aanval. Ik ga even terug naar de vraag van Stefan Kuiters. Stefan vroeg namelijk iets over de verdedigers. Dat ze soms te vaak gepositioneerd staan. Dat kan komen door de tactieken. Misschien weet je het al, maar dan is dat ook duidelijk voor de mensen die het nog niet weten. Even kijken. We gaan hier even snel doorheen. Je hebt dus in FIFA ook tactieken die je kunt toepassen. Je hebt verdedigende stijlen en aanvallende stijlen. We gaan nu even ons verdiepen op het verdedigende gedeelte door de vraag van Stefan. We gaan even door alle stijlen heen. We beginnen met gebalanceerd. De meeste spelers spelen ook met gebalanceerd. Ik zelf speel ook met gebalanceerde verdedigende tactieken. We lezen even voor. Een gebalanceerde stijl waarbij je team tot het middenveld druk zet op de bal en de opstelling van je team neutraal. Dus het is niet heel spannend. Ze blijven gewoon normaal gebalanceerd staan en zetten gewoon druk tot de middenlijn. Dan gaan we over naar druk, fout, tegenstander. Wat houdt dit in? Als jouw tegenstander aan het opbouwen is, we hebben nu zeg maar ook die nieuwe doeltrappen, dat je medespelers kunt roepen in je 16. De meeste doen dat ook, want je tegenstander kan daar niet komen, dus je kan lekker opbouwen. Veel tegenstanders doen dat, dus je kan hem wel eens op druk naar fout tegenstander zetten. Stel dat jouw tegenstander tijdens een opbouw een moeilijke paas geeft of een hoge bal van rechts naar links. Die bal is dan natuurlijk ook onderweg. Wat jouw spelers dan gaan doen als je dit instelt, ze gaan direct naar voren. Je ziet het ook in de animatie. De verdedigers van de tegenstander die pasen zeg maar over. En bij het moment van een verkeerde bal, op het moment van een verkeerde bal, gaan jouw spelers direct voorwaarts druk zetten. Dat kan heel handig zijn, maar aan de andere kant ook riskant. Want als jouw tegenstander zich daaruit weet te spelen, heb je een probleem. Want dan krijg je natuurlijk een gatenkaas achterin. Druk uitoefenen na verlies balbezit. Dit spreekt eigenlijk voor zich. Wat dit betekent is, je bent dus gewoon in de aanval. Je bent gewoon rond de 16 van de tegenstander aan het pasen. Verlies je de bal, dan gaan jouw spelers direct voorwaarts druk zetten voor 7 seconden lang. Na 7 seconden wordt dat gewoon de gebalanceerde versie en gaan ze gewoon normaal verdedigen. Dus het is 7 seconden lang volle druk. Risico's zijn natuurlijk weer, net zoals bij druk naar fout tegenstander, dat de tegenstander sneller uit kan voetballen. Een ander risico is ook dat je spelers sneller moe worden. Dus hou dat sowieso in de gaten. Probeer het gewoon een keer uit. Constante druk. Dit zou ik alleen instellen in de laatste 20 minuten mocht je achterstaan in een wedstrijd. Want de spelers gaan dan gewoon volle bak druk zetten op elke bal, op elk gebied van het veld. En je spelers worden daar ook gewoon sneller moe door. Dus dat moet je niet vanaf het begin al doen.
Terugvallen, dit betekent een soort van parkeerde bus, dus je gaat echt terug uithangen. Mocht je de bal verliezen in aanval, gaan jouw spelers meteen terug uit, dus je gaat niet druk zetten. Dit wordt ook door veel mensen gebruikt die echt met 11 man willen verdedigen. Dat zijn de irritante tegenstanders, maar het is wel effectief. Dan, de breedte. Dit spreekt eigenlijk ook voor zich. Ik ga hem op de laagste stand zetten. Zo zie je dat de 4 verdedigers van ons achterin te dicht bij elkaar staan. Heel smal. Risico's zijn natuurlijk dat je tegenstander dan vooral via de flanken zullen aanvallen voor een voorzet. Maar mocht je hem ook te hoog zetten, dan krijg je natuurlijk een gatenkaas in het midden. Dus hier heb ik ook meestal rond de 4-5 een beetje gebalanceerd. Ben je er nog bij trouwens, Stefan? Want het is jouw vraag, hè? Nou komt het gedeelte waar jij het over had. Want Stefan vroeg namelijk, jongens, hoe kun je ervoor zorgen dat je verdedigers goed gepositioneerd staan bij een tegenaanval? Ik merk dat de verdedigers soms te ver naar voren staan. En daar kom ik nu terecht. De diepte. Mocht je dit te hoog hebben, dan staan je verdedigers heel hoog bij een aanval. Dat is een groot risico. Dit zal ik ook alleen op zijn hoog zetten wanneer je de constante druk gaat doen, wanneer je risico's gaat nemen. Maar mocht jij gewoon gebalanceerd spelen, zou ik dit altijd rond de 4 à 5 zetten, ook een beetje gebalanceerd. Dan zul je toch merken dat je spelers niet te diep staan bij een tegenaanval. Stefan, voor jou, misschien kan je een keer starten gewoon met 1 om het uit te proberen in een Division Rivals game of iets ander draftje of zo. Dat je een keer test van hoe het dan gaat en dan kan je uiteindelijk een keuze maken. Maar normaliter zou ik hem op een 4 of 5 zetten. Dus ja, zo doen de verdedigende stijlen, tactieken. Probeer het allemaal uit. Misschien hebben jullie het woensdag nodig. Jullie zullen het sowieso woensdag nodig hebben. Mocht je achterstaan, gewoon lekker constante druk. En vanaf begin vanaf minuut 1 zou ik op terugvallen of gebalanceerd spelen. Mocht je niet zo goed zijn in het verdedigen, zou ik toch met terugvallen spelen. Ik ga even kijken naar wat vragen. Mag het Icon Team ook? Nee, Icon Teams mogen niet. Nee. Welke spelers zou je bij Frankrijk... Jullie willen dat ik straks een opstelling maak. zullen we dadelijk ook doen. Ga ik onthouden. Vraag van Sven. Oké. Hoe kun je het beste onder druk van de tegenstanders uitkomen? Ja, dat is een goede vraag. Dat wil iedereen weten. Die vraag krijg ik heel vaak tijdens mijn eigen streams. Dat ligt eigenlijk wel een beetje aan jezelf. Maar als we naar de aanvallende stijlen gaan, moet je hem toch wel op gebalanceerd zetten. Want je ziet nu bij die animatie, als je goed oplet, dat de spelers vaak ook naar de bal toe komen. Je ziet hier al op het begin die rechtsback paast naar de rechtsbuiten die naar de bal toe komt. Dus heb je hem op gebalanceerd staan, dan gaan jouw andere spelers toch wel de beste oplossing zoeken. Dus die gaan niet volle bak naar voren rennen, maar die gaan toch wel voor die positiespel. Dus dat kun je doen. En ja, dat is eigenlijk het makkelijkste om eruit te spelen. Maar ik kan dat niet zo 1, 2, 3 uitleggen. Want iedere speler heeft natuurlijk een andere stijl. Iedereen heeft andere kwaliteiten. Dus dat is een beetje moeilijk. Instructies voor aanvallers. Heb je daar tips voor? Oké, en ik zie nog een vraag van Lian. Die zegt, wat doe jij in een aanval? Ja, wat ik in een aanval doe... is, ik ben iemand die vaak heel veel rondtikt. Ik ben niet van heel veel trucjes, maar een beetje het Barcelona-stijl, de tiki-taka-vorm. Vroeger was de formatie 4-1-2-2 smal. Dat is deze formatie, was heel effectief. Dus dan kon je heel snel pasen door het as van het veld. Had je de flank helemaal niet nodig. Maar de game is ondertussen veranderd. Hij is niet meer zo effectief als vroeger. Dus speel ik voortaan 4-4-2 op een lijn of... de 4-triple-2 noemen we dit. Heb je 2 aanvallen middenvelders, 2 spitsen. En ik ga nou ook gelijk die instructies daarvan uitleggen, want die vraag werd ook gesteld. Op de verdedigers altijd achterblijven tijdens aanval, want anders gaan ze de hele tijd mee. Dan worden ze ook moe en je kan ook nog een counter om je oor krijgen. Heel makkelijk als je tegenstander snelle flankspelers heeft. Dus zet je backs altijd op achterblijven tijdens aanval. Dit is heel belangrijk. De onderscheppingen moet je nooit aankomen. Altijd op normaal houden. Type loopactie, dat ligt aan. Dat is bij iedereen anders. Je kan hem omgekeerd doen. Dat betekent dat ze vaak via het midden meedoen met de aanval. En overlappen betekent via de vleugel. Ik heb hem meestal op overlappen. Maar we hebben hem ook nog eens op achterblijven tijdens aanval staan. Dus
Ze zullen niet vaak meedoen. Je centrale verdedigers die moeten natuurlijk altijd achterblijven tijdens aanval. We willen niet dat ze mee gaan aanvallen. En we willen vooral niet dat ze als spits gaan spelen. Dus die moet je altijd op achterblijven tijdens aanval laten. Gewoon niet aankomen. Keeper, idem dito, niet aankomen. Dit staat meestal op gebalanceerd. Ik zie dat ze nu een beetje veranderd zijn door PSV. Maar dit moet altijd op gebalanceerd staan. Dan gaan we naar de verdedigende middenvelders. Sommige jongens zetten hem op gebalanceerd. Gebalanceerd betekent dat de verdedigende middenvelders soms ook mee opkomen. Maar je kan er ook voor kiezen dat ze altijd achterblijven tijdens de aanval. Dus ben je een mindere speler of iemand die vaak counters om de oren krijgt, zet ze dan gewoon lekker op achterblijven tijdens aanval. En als je naar beneden tikt, kan je ook kiezen waar ze gaan staan tijdens het verdedigen. Of ze meer richting de vleugels moeten gaan of het midden. Nou, bij verdedigende middenvelds is het natuurlijk belangrijk dat ze altijd in het midden blijven. Dus zet dit ook altijd op dekking midden. Is heel belangrijk. Anders krijg je natuurlijk gaten op het middenveld en is het voor de tegenstander makkelijk om op je 16 te komen. Dan hebben we twee aanvallende middenvelders. Hierbij verander ik niet veel. Het enige wat ik hier doe is steun bij voorzetten. En dan zet ik dit op na de 16 bij voorzet. Wat betekent dit? Mocht jij via de linkerflank een aanval opzetten en die bal voorgeven als het ware, dan gaat je rechtervleugel aanvallen, de rechtervleugel middenvelder, de 16 in. Die gaat dan de 16 in, waardoor je straks 3 man in de 16 hebt in plaats van 2. Kan je meer profijt uithalen en heb je meer scoringskans. Als je dit op gebalanceerd zet, blijft hij soms toch buiten de 16 hangen of gewoon op die rechterflank. En dat heb je liever niet, lijkt me. Dus deze twee spelers zet je altijd op na de 16 bij voorzet. Dan houden we nog twee posities over, de twee spitsen. Het enige wat ik bij hun altijd doe is ondersteun verdedigen of terugkomen bij verdedigen. Waarom? Als ik de bal verlies heb ik toch liever dat ze een beetje richting de middenlijn komen. Dat ik toch een beetje druk kan uitoefenen en meer drukte op het middenveld kan voeren. Zodat de tegenstander niet door het midden kan komen en toch gedwongen is om via de flanken te aanvallen. Dat is het enige wat ik de aanvallers als instructies geef. Ik geef geen in het centrum blijven of naar de flanken. Gewoon gebalanceerd. Aanvallende loopacties, gevarieerd, gewoon niet aankomen. Onderscheppingen had ik al gezegd, nooit aankomen, altijd op normaal laten. En deze zet ik dus op terugkomen bij verdedigen. Dat waren de instructies, jongens. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is voor Daan. Daan Vrijs had de vraag gesteld. Ik drink even een slokje water terwijl ik de volgende vragen ga doornemen. Welke club zou je nemen als je geen PSG of Frankrijk kan kiezen? Jasper zegt het al, Bayern is ook een compleet plaatje. Die hebben ook een hele goede verdediging, middenveld, aanval. Liverpool kan een goede zijn, want je hebt daar Sadio Mané en Mohamed Salah. Dat zijn hele snelle flankspelers. Ook goed. En je hebt achterin natuurlijk papa Virgil staan. Beest van een verdediger. Freek Breurman, heb je toevallig ook een tip voor bijvoorbeeld achter staat en je gaat stressen? Wat kan je dan het beste doen? Natuurlijk, Freek. Volgens mij heb je het eerste deel gemist, maar dan herhaal ik het natuurlijk even voor je. De verdedigende stijl zet je dan op constante druk en de diepte ga je wat hoger zetten. Zoals je ziet gaat je verdediging dan ook hoger staan. En om jouw vraag dus te beantwoorden, als je achter staat, gaat je verdediging dus constante druk zetten. Alleen maar volle bak druk zetten, alle risico's worden genomen en de diepte moet je dan ook zo hoog mogelijk zetten. En wie weet pak je die bal af en straf je de tegenstander af, waardoor het weer gelijk staat. En daarna kun je weer terugvallen naar je normale tactieken. Ilian Verbeek, als je 3-0 achter staat, hoe moet je dan gaan spelen? Hetzelfde als wat ik net zojuist heb uitgelegd aan Freek. Lekker constante druk en lekker diep gaan spelen. Wat is het slimste? Je keeper uit laten komen of laten staan? Vooral laten staan, niet aankomen. Laat de computer dat maar regelen. Luc, dat is geen toernooi van Hightech Campus geweest volgens mij. Daarvoor moet je bij PSV eSports zijn volgens mij, als je het over dat toernooi hebt. Waarom zou je kiezen om de tactiek aan te passen als je ook ultra aanvallend of ultra verdedigend kunt kiezen? Nou, dat zal ik je even uitleggen, Sander. Dat is een hele goede vraag trouwens, want veel mensen weten dat nog niet. Jouw ultra aanvallend en ultra verdedigend is al ingesteld als je hier kijkt. Als we hier bij PSV gaan kijken, de ultra aanvallende tactiek betekent, staat al toevallig op constante druk.
De diepte staat niet helemaal vol, maar dit kan je dus altijd zelf aanpassen. En ik zie hier bijvoorbeeld bij de aanvallende stijl dat PSV me heeft ingesteld op lange bal. Dus wat er dan gaat gebeuren is, als jij met de verdediging de bal hebt, de spelers zo snel mogelijk naar voren gaan lopen en jij geen positiespel meer kan uitvoeren. Dus je kan niet tikkend naar het doel van de tegenstander gaan, maar dan word je bijna gedwongen om het lange bal te geven. Dus dit kan je altijd veranderen. Ben jij iemand die toch liever tikkend wil spelen, dan kan je dit altijd op gebalanceerd zetten in combinatie met die constante druk. Dat is eigenlijk hetgeen wat belangrijk is bij dit soort tactieken. Dus je moet niet uitgaan van wat er al staat, maar je kan hem altijd naar eigen wens wijzigen. Als we naar die ultra verdedigend gaan, zien we dus zoals ik al eerder had uitgelegd, als je echt safe wil spelen, dat je hem op terugvallen moet zetten. Maar toch staat hij hier op lange bal. Dat is eigenlijk niet zo slim. Dus je verovert die bal, je bent eigenlijk met 11 man aan het verdedigen. Je verovert die bal. Wat je spelers dan gaat doen is gewoon zo snel mogelijk naar voren rennen. Vooral jouw aanvallers. Voor een lange bal. Maar dat is eigenlijk niet wat we willen als je safe wilt spelen. Wat we dan willen is eigenlijk op balbezit spelen of gebalanceerd. Eén van die twee. Dus als je zomaar een pot gaat starten zonder te weten wat er in die tactieken staat, kun je uiteindelijk misschien een doelpunt tegenkrijgen zonder dat dat de bedoeling is. Dus dit kun je altijd naar wens wijzigen. Dus je kan zelfs... Ja, het klinkt gek, maar je kan ultra verdedigend doen en dan constante druk, alles diep zetten en dan op snelle opbouw spelen. Terwijl dit eigenlijk een ultra aanvallende tactiek is. Snap je? Ik hoop dat dat duidelijk is. Tips om te ontspannen tijdens het gamen. Hoe bewaar je de rust? Ook een hele goede vraag. Dat is vooral voor ons, voor professionele spelers, is het een heel belangrijk element. Ik heb genoeg cursussen voor gehad. Het belangrijkste is, vooral voor FIFA-spelers, wat we vaak doen is veel potjes achter elkaar. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want na een tijdje gaan je ogen natuurlijk vervelen, gaan irriteren, je krijgt brandende ogen. En als je dan ook nog eens gaat verliezen, dat komt er ook nog bij, word je helemaal chagrijnig, heb je geen zin meer, ga je vloeken. Sommige jongens die gooien ook met spullen, ik gelukkig niet. Ik speel al 20 jaar en ik heb nog nooit iets kapot gegooid. Maar het is altijd belangrijk om na een potje even rust te nemen. Ga gewoon even een luchtje happen of zo. Ik heb hier gewoon een raam. Ik slaap namelijk op zolder. Ik gooi het raam altijd open. Of ik ga een beetje op mijn telefoon zitten. Even naar beneden, water drinken. Sowieso altijd water bij de hand hebben. Heb ik altijd tijdens het gamen. Dat is belangrijk. En belangrijkst vind ik toch wel niet te veel achter elkaar. Dat is echt belangrijk. Wat ik ook heb trouwens, ja, dat weten velen nog niet, is een blauw filterbril. Die beschermen je ogen ook tegen branderigheid, tegen irritatie. Daarmee game ik iets fijner. Als ik zonder bril game, dan heb ik na 2 of 3 potjes al snel dat mijn ogen gaan branden. En dan word ik al snel moe. Ik hoop dat dat duidelijk is, Hilde. Mochten er nog vragen zijn, altijd welkom. Heb je tips voor mensen met een slecht ultimate team? Ja, daar kan je eigenlijk vrij weinig aan doen. Dan moet je eigenlijk veel squad battles spelen. Of weekend league natuurlijk gewoon voor die beloningen. Je moet ook een geluk hebben met die SBC's natuurlijk. Maar als je een slecht team hebt en je komt vaak goede teams tegen, dan moet je gewoon eigenlijk gewoon op terugvallen spelen. Gewoon met 11 man gaan verdedigen. Want je bent dan natuurlijk altijd de underdog. Dus dan moet je een beetje safe gaan spelen. Even kijken. Hoe weet je tegen wie je speelt, et cetera? Dat horen jullie als het goed is allemaal woensdag. Door de organisatie. Hopelijk wordt het niet zo sweaty. Even kijken, ik heb geen vragen gemist, denk ik. Gelukkig. We hebben 34 kijkers. Toch wel wat man die tips willen. Dat vind ik wel leuk. Als jullie ook even kunnen liken. Ik zie dat we op 6 likes zitten. Het zou mooi zijn als we de 20 likes kunnen bereiken deze stream. Dan hebben we ook Hightech Campus gesteund. Dat is wel heel leuk. Mooie organisatie. Hoe ben jij zo goed geworden? Is een leuke vraag. Hoe ben ik zo goed geworden? Ja, ik speel FIFA sinds mijn 4e. Ik ben ondertussen 24 jaar. Dus ik speel al 20 jaar FIFA. Het was vroeger altijd een hobby. Maar naarmate ik met vrienden speelde. Op de middelbare school ga je natuurlijk altijd naar vrienden toe. Speel je potjes tegen. En ik won ze altijd. Het was heel raar. Ik was altijd te goed voor de jongens. Dit is niet om op te scheppen, maar het was echt zo. Ik was gewoon te goed. Dus ik dacht, ik ga wat toernooien opzoeken. Kijken of ik online wat toernooien kan vinden. Nou ja, dan moest je wat geld inzetten natuurlijk. Want je kon natuurlijk ook uiteindelijk een geldprijs winnen. Zakgeldje, leuk. En die begon ik allemaal te winnen. Dus ik wist van, ik heb wel wat talent voor het spel. En ik ben gewoon goed.
Dus ging ik me meer verdiepen. Ik keek heel veel professionele spelers op Twitch. Op Twitch is een streamingdienst waar veel gamers gewoon live aan het streamen zijn. Kun je altijd meekijken. Daar heb ik heel veel van geleerd. En zo ben ik uiteindelijk zelf ook goed geworden en uiteindelijk professioneel geworden. En nu sta ik hier in een truitje van PSV waar ik trots op ben. Zo eigenlijk, dat is wel het belangrijkste, Ilian. Veel professionele spelers kijken. Is Del Piero baby goed? Baby Del Piero is zeker heel goed. 5 sterren weakfoot, dat betekent dat hij dus tweebenig is. En hij is ook snel. Chelsea, Freek, dat denk ik niet. Chelsea is in vergelijking met de andere landen en clubs op FIFA 21 de mindere. Met welk team speel jij het vaakste? Ik speel niet veel met clubs en landen, omdat wij Ultimate Team spelen. Dus dat doen we niet. Ik kreeg trouwens wel een vraag net. De beste opstelling voor PSG of Frankrijk. Kan diegene dat misschien herhalen? Ik weet niet meer wie dat was, welke vraag dat was. Dan gaan we ook snel een opstelling maken zo meteen. Voor de desbetreffende team. En dan gaan we richting het einde van deze mini-clinic. Nogmaals, voor degenen die zich nog niet hebben ingeschreven voor het toernooi. De link staat in de beschrijving van deze livestream. Meld je aan, want je kan heel wat FIFA-punten winnen. Ik zelf doe niet mee, dus je hebt kans. We zitten op 16 likes, nog 4 likes voor die 20. Laten we die 20 likes aantikken, jongens. Heb je nog niet geliked? Vergeet dat dan zeker niet te doen. Is Engeland chill? Engeland heeft ook al wat leuke spelers en snelle spelers. Ik mis echt te veel 1-op-1's ook tips. Daan, misschien is een leuk trucje de heel-to-heel. Als je echt 1-op-1 bent, vrij voor de goal, zonder een tegenstander om je heen. Is er een trucje om de keeper heel makkelijk voorbij te gaan. Maar dan moet je wel... Moet de speler die je bestuurt wel minimaal 4 sterren skill moves hebben. De heel to heel is dat je de rechterstick 1 keer naar 12 uur en 1 keer naar 6 uur flikt. In dit geval kijken we dus naar boven voor de stick. Gaan we naar 12 uur en 6 uur. En dan krijg je het volgende. Dit trucje. Heel simpel. Naar boven en naar beneden. In dit geval kijkt Neymar naar links. Dus hij kijkt naar 9 uur. Dus wat je dan doet is de rechterstick naar 9 uur en naar 3 uur flikken. 1 keer naar voren, 1 keer naar achter voor de speler. Dus dat is dit. Nou, wat je doet is, je loopt schuin van de keeper. De keeper komt uit en je doet die heel to heel. In dit geval zouden we een penalty krijgen. Maar vaak heb je ook gewoon dat je hem voorbij bent. Ik ga hem toch gewoon doen totdat ik hem echt voorbij ben. Dan snap je het misschien helemaal. Dus hij komt uit, je doet de truc. Oh, nou pakt hij hem. Dit is wel vervelend. Kom. En je bent er voorbij. Weer zouden we een penalty krijgen. Het is in de arena zo dat de keeper pas uitkomt als je in de 16 bent. Maar normaal gesproken, in een wedstrijd zou die al lang uitgekomen zijn. Hier zou die al uitgekomen zijn in de wedstrijd. Als je 1-op-1 gaat. Dit is iets makkelijker. Zo ja. Zo kan je hem echt heel makkelijk voorbij gaan. Wat je ook kan doen, dit vind ik niet zo effectief. Maar het werkt soms wel. Is gewoon een fake shot. En dan ga je hem ook gewoon voorbij. Dat werkt ook wel. Maar die sleep doet hij alleen bij spelers met 5 sterren skill moves. Ik mis echt te veel 1-op-1. Ja, dat was hem dus. Hoe kan je het beste verdedigen? Dat ga ik ook zo meteen snel laten zien. Welke speler vind jij in de FUT het fijnst om mee te spelen? Ja, ik heb Pelé. Die is wel duur, maar Pelé is voor mij de beste. Ik ga nog 1 keer het verdedigen doornemen. En dan gaan we afsluiten, jongens. Even kijken. John Tas had dus de vraag, hoe kan je het best verdedigen qua veldspel? Daar heb ik 1 belangrijke tip voor. Dan gaan we even naar skill games. Ik weet niet of je bekend bent met de L2-toets, John. De L2-toets is de belangrijkste toets tijdens het verdedigen. Even kijken. Verdedigen. Beginner. Oké. Okay. Even kijken. Wat is dit voor een oefening? Oké. Ik ga eerst het fouten doen. In dit geval gebruik ik geen L2 en zie je dat mijn speler gewoon overeind blijft en een beetje uit balans. Zo kan je niet zo fijn verdedigen. Hij gaat toch snel uit positie en we willen dat hij eigenlijk iets trager in beweging blijft voor de bal. Zie je dat? Hij is niet echt in balans. We kunnen de bal nu natuurlijk wel makkelijk afpakken omdat de spelers gewoon letterlijk vooruit lopen. Maar in de wedstrijd is het natuurlijk anders. Hierna ga ik een mooi voorbeeldje laten zien, het verschil tussen net en nu. Nu zie je dat de speler iets gehurkt is. We hebben meer controle over de speler die we besturen. En zo pak je de bal sneller af. En dat is dus door de L2-toets. Dan ga je echt... Zie je? Dat... Oh,
Nou is de oefening voorbij. Even opnieuw. Dit is met L2. En dit is zonder L2. Zie je? Dan is hij heel snel uit balans. Dus hou je die L2 dus ingedrukt. Kijk, dit is precies wat we willen. En dan heb je hem makkelijker. Heel belangrijk. En met rondje onderschep je de bal. Als je zelf op rondje klikt, maak die een voorwaartse beweging en tackle je de bal. En je hebt natuurlijk de sliding, gewoon vierkant, volle bak. Naar voren moet je wel de bal hebben natuurlijk. De L2 toets is dus super belangrijk om controle te hebben over de speler die je bestuurt. De fake shot, die leg ik ook heel snel uit. De fake shot is heel simpel. Dat is de vierkantje en kruisje toets, heel snel achter elkaar. Kan ook met rondje kruisje. Je kan ook eigenlijk de toets vanuit vierkant slepen richting de kruisje toets, zeg maar. Gewoon vegen, zeg maar. Zie je? Zo. Maar ik doe meestal gewoon kruisje rondje. Sommigen vinden het fijner om gewoon te vegen zo, maar sommigen doen gewoon klik klik. En dan heb je gewoon een fake shot. Kan je gewoon urenlang doen. Heel simpel. Heel snel de vierkantje en kruisje toets achter elkaar. Is er van dat toernooi ook een stream? Dat denk ik niet. Wat zijn je tactics aan? Die kan ik later nog wel een keer laten zien, TB. Want jou ken ik wel. Ben je altijd welkom in mijn stream. Woensdag kan je denk ik niet praten tegen tegenstander. Ik wens jullie sowieso allemaal succes voor degenen die meedoen. 16.000 FIFA punten ongeveer, dacht ik. Dat is heel wat. Dus in januari komt Team of the Year uit. Dus dat worden lekkere packs openen. Ik hoop dat jullie wat aan deze mini-clinic hebben gehad. We zijn nu een half uur live. Ik heb de tactieken uitgelegd. Ik heb wat trucjes uitgelegd. Verdedigen, et cetera. Welk team je het beste kan pakken. Ik hoop dat jullie hier allemaal wat aan hebben gehad. Nogmaals, heel veel succes woensdag. Heb je nog niet ingeschreven? Ga dan snel naar de link in de beschrijving. En meld je sowieso aan. Ik wil Hightech Campus bedanken voor deze mogelijkheid, voor deze clinic. Ik zie ook dat we de 20 likes hebben bereikt. Dat is ook goed om te zien. Mocht je nog niet geliked hebben, vergeet dat dan ook niet te doen. En hopelijk zie ik jullie graag weer terug op mijn eigen YouTube kanaal. Fijne avond.